We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldt tot en met morgen 10 augustus. In de avond mogelijk een lichte tot soms matige bui op enkele plaatsen, meestal in het binnenland. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er plaatselijk nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen zal het droog weerbeeld dominant zijn. In de avond en nachtelijke uren is er in geheel Suriname weinig bewolking en kan het ook droog zijn, met uitzondering van Brokopondo, waar er af en toe een lichte bui kan voorkomen, maar waar het ook een lange periode droog kan zijn. In Sipaliwini wordt het tijdelijk bewolkt met buien. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 10 augustus de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 34 graden Celsius.